halen als je dat belieft. En daar strijden wij tegen, want wij weten dat een beginnend mens vanaf de conceptie, voor de innesteling nog in die prachtige baarmoeder, dat dat al een echte mens is. Dat er niets meer verandert, dat die mens alleen nog maar groeit. En die mens verdient dus bescherming. En we praten zoals gezegd de hele dag over Hirsi Ali. Als ze bescherming nodig heeft, nou hier is meer dan Hirsi Ali. Hier zijn 40.000 kinderen die in Nederland per jaar worden vermoord, waar een mes ingezet wordt, zoals in Theo van Gogh. Daar is het hele land nooit nog over aan het praten, daar zijn er politieke partijen voor opgericht zelfs. De Partij voor de Vrijheid, met name opgericht als reactie op allerlei moslimgeweld. Nou, hier in Nederland is geen moslimgeweld. Ja, misschien is Theo erdoor vermoord, maar toch, dat is dan de enige moord die we hebben. Terwijl 40.000 moorden per jaar gebeuren in de moederschoot, waar niemand, waar geen haan naar krijgt, waar geen partij voor wordt opgericht, waar zelfs de christenen hun ogen versluiten en doen alsof er helemaal niks aan de hand is. Dus dat is de vraag van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.